is zoveel gebeurd. Maar Ajax, daar moeten we het natuurlijk over hebben. Maar zeker over wat we net ook lezen over Jaap Stam. Natuurlijk, Jaap Stam is de man. Toch? Ja. Ja, dat zeggen ze. Ja, nou Jaap, daar ben je toch heel blij mee. Nieuwe trainer van Feyenoord, van harte gefeliciteerd. Nee, dankjewel. Nee, daar zijn we zeker heel blij mee. Dat zijn de dingen waar je op wacht eigenlijk, hè, in je carrière. Dat je dat soort stappen ook uiteindelijk kunt gaan maken. Dus dat is zeker heel mooi. Hey, moesten ze er lang over doen om jou te overtuigen? Of had ik het idee dat ze vrij snel met je eruit waren, als ik het zo hoor? Nee, dat ging op zich wel vrij snel natuurlijk. Kijk, iedereen weet natuurlijk dat ik hier bij PEC bezig ben. Pas in januari ben begonnen. En uiteindelijk bezig ben aan een klus waarvan je denkt, nou, dat wordt heel pittig. En dat is ook heel pittig om PEC natuurlijk in de Eredivisie te houden. Ja. Als dan deze stap voorbij komt en iedereen die weet mijn ambitie binnen de club, is dat ook al vaker besproken, ook in onze onderhandelingen is dat meegenomen eigenlijk met PEC. Mocht die kans zich voordoen, ook in deze korte periode, je weet nooit wat er gaat gebeuren, maar dat lijkt me weer. Nou ja, of dan de mogelijkheid aanwezig is om dan die stap te maken en hoe Zwolle daar tegenover zal staan. Nou, uiteindelijk gebeurt het dan ook zo en komt de club als Feyenoord, de topclub in Nederland, komt langs. En heb ik interesse, dan is het niet zo heel moeilijk om dan te zeggen van nou, daar stap ik in. En aan de ene kant doet het ook pijn, hè, want je gaat weer bij een club die aan het hart gaat natuurlijk. Maar dan wil je natuurlijk wel goed afsluiten. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Maar wat heeft Feyenoord tegen jou gezegd? Wat zijn de verwachtingen, wat zijn de mogelijkheden? Nou, ik denk dat iedereen de verwachtingen wel weet als je bij een club als Feyenoord terecht komt. Het is een enorm grote club, een van de grootste clubs in Nederland. Met een enorme geschiedenis en een heel rijk verleden. En uiteindelijk willen we allemaal weer naar het heden met het winnen van prijzen. Nou, Giovanni heeft denk ik een hele goede klus gedaan binnen die club. Ja. In het winnen van prijzen. Nou, we willen allemaal natuurlijk en club als Feyenoord ook weer terug naar het landskampioenschap wederom. Maar kan dat, Jaap? Ik bedoel, er wordt steeds gesproken over het grote gat met PSV, met name met Ajax. Zeker ook gisteravond weer. Maar kan dat? Ja, je moet natuurlijk altijd wel kijken binnen de club, binnen de organisatie, wat is mogelijk. En natuurlijk zijn de verwachtingen altijd hoog en de verwachtingen moeten er ook zijn. En daar moeten we ook naar streven om bepaalde successen te gaan halen met een club als Feyenoord. En dat gaan we ook zeker doen. Maar ja. De situatie met Feyenoord en als je kijkt naar clubs als PSV en Ajax ligt natuurlijk wel iets anders op dit moment. Ja. En wat ik ook in de gesprekken meegekregen heb, is men natuurlijk wel hard aan het werk om weer daar heel dichtbij te komen. En soms heb je niet altijd heel veel geld nodig om ook succes te krijgen. En dan moet je het op een andere manier proberen op te lossen. Door een dusdanige manier van spelen. En ook creatief zijn natuurlijk met eventueel met je selectie. En dan kun je daar nog aanvullingen aan toebrengen. Ja, nu hoor ik heel veel trainerstaal. Ja, nu even het gevoel. Hè? Het gevoel wat erbij komt kijken dat jij nu de trainer van Feyenoord wordt. Ja, het is een heel apart gevoel. Dus zoals gisteren ook, als je dan hoort dat het allemaal rond is, is het best wel onwerkelijk eigenlijk. Omdat je net begonnen bent bij PEC Zwolle. En daar pas 8 weken mee bezig bent. En daar het goed mee wil gaan doen eigenlijk tot het einde van het seizoen. En dan komt een topclub komt voorbij. Met de vraag wie dat trainer wil worden. En dan gaat het allemaal in een stroomversnelling. Maar ben je opgesprongen van de bank, ja? Ben je gaan juichen? Heb je je vrouw beetgepakt? Heb je je kinderen even opgetild? Dat gevoel. Nou, volgens mij kennen jullie mij wel een beetje. Ja. Het is niet zo dat ik op tafel sta te juichen. Hè? Van binnen ben je blij. Want uiteindelijk krijg je het uiteraard het imago van een chagrijn. Nee, maar dat ben je niet. Jij hebt Cambuur op de kaart gezet. Daar ben ik nog altijd dankbaar voor. Dat weet je, Jaap. Dat je dat uiteindelijk niet bent. Dus, nee, dat ben je absoluut niet zelfs. Dus, en nog even, ik moet het toch vragen. Je wordt nu Feyenoord trainer, maar heb je gisteren zitten juichen bij Ajax? Ja, iedereen toch? Tuurlijk. Nou, kijk, je bent natuurlijk wel blij. En zoals we allemaal in het verleden de afgelopen paar weken mee hebben gekregen. Weken voor het Nederlandse voetbal. Ben je heel blij natuurlijk dat zij dat resultaat hebben gehad. Het is gewoon... Het is wel mooi om te zien dat een club als Ajax ook dat op de mat kan leggen. En dat ze natuurlijk dat soort tegenstanders gewoon weg kunnen spelen. En dus die volgende ronde weer gaan halen. Nou, je praat nu als een Feyenoord trainer. Je denkt nu moet ik een beetje oppassen. Ja. Als je nou geen Feyenoord trainer was geweest, had je... Tegenwoordig moet je altijd oppassen. Ja, ik merk het aan je. Het kan altijd tegen je gebruikt worden, daar weten jullie alles van. Ja, nee, dat is absoluut waar. Maar we zijn nog met z'n allen voor het Nederlands voetbal heel blij. En zelfs jullie met PEC kunnen het nu mee leven, toch? Met de KNVB-beslissing. Dat is ook zo. Kijk, uiteindelijk is het zo dat onze wedstrijd eruit gegooid is. Nou ja, wij hebben een belangrijke bijdrage als PEC zijn in de overwinning van Ajax. Zo, maar bekijken, ja. PEC heeft eigenlijk ervoor gezorgd. Misschien krijgen wij daar ook weer wat voor terug. Ja. Dus dat zou ook lekker zijn.
Maar uiteindelijk is het voor Nederland en voor Ajax natuurlijk hartstikke mooi dat ze dat resultaat. Ja, nee, dat denk ik ook. Nou, Jaap, ik weet niet hoe je het gaat vieren. Heb je het nog gevierd of ga je het nog vieren? Of zeg je nou, ik ben het nu, het is klaar? Nee, kijk, we hebben gisteren een drankje opgenomen. En dat is en dat mag ook op zijn tijd. Maar uiteindelijk dan weten we allemaal en weet ik zelf ook waar we op dit moment nog mee bezig zijn. En dat is het belangrijkste. En gewoon zorgen dat we met PEC het meeste of het beste eruit halen. Dat we in de Eredivisie blijven. En dan gaan we richting einde van het seizoen. Kunnen we ook wel denken aan fijn. Zo is het inderdaad. Nou, ontzettend gefeliciteerd. En nogmaals, je bent geen chagrijn, dat weten we allemaal beter. Je bent ontzettend blij, maar je uit het gewoon iets anders dan de meeste mensen. En ja, mensen nee, maar zo is het ook. Ja. Laten we dat lekker doen. Ja, oké. Okay, dus wij maken er een feestje van. Ja, bedankt en tot snel, hè. Ja, dankjewel. Yo, goed, jongens.